We zijn hier in Amsterdam-Noord en we gaan zo meteen debatteren over vertrouwen. De zaak van vertrouwen. Want vertrouwen, dat is de laatste tijd helemaal weg. In banken, in verzekeraars, in politici, zelfs in journalisten is het vertrouwen naar een dieptepunt gedaald. Hoe gaan we dat nou weer herstellen? En wat is de rol van transparantie bij het herstellen van dat vertrouwen? Daar hebben we het zo meteen over hier in Amsterdam-Noord. Maar eerst gaan we even checken of ons eigen publiek wel te vertrouwen is. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier in Amsterdam-Noord. Goed dat u er bent. Zou u allemaal even uw portemonnee willen pakken? Ja, u heeft wel 20 euro voor mij? 10, oké. Dan durf je ook je intentie te communiceren. Snappen mensen waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Een heel belangrijk deel door vertrouwen te herstellen is natuurlijk transparant en open zijn en informatie geven. Als ik nou wist dat die man bijna op omvallen stond, had ik die bank nooit gekocht van hem. Het is een beetje struisvogelpolitiek om te denken dat de markt niet doorheeft hoe je er financieel voor staat. U mag raden, dames en heren, ik heb ook de top 6 slechte bedrijven. Dus de top 6 bedrijven met de slechtste reputatie. Roept u maar, wat denkt u? De NS, jazeker, ja, als laatste. Heel goed. Ik vertrouw iedereen en dat is mijn uitgangspunt. Klinkt heel naïef. Als je iemand vertrouwen geeft, krijg je ook meestal vertrouwen terug. Dit is een soort psychologische wet, ik noem het altijd maar de ABC van psychologie. Mensen denken A, zeggen B en doen C. In deze envelop, dames en heren, zit alles, maar dan ook alles, wat we van u hebben kunnen vinden. De vraag is even, durft u hem aan uw buurman te geven? Dan mag u hem aan uw buurman geven. Durft u hem niet aan de buurman te geven, moet u hem even omhoog houden. De business case voor transparantie is wel te maken, maar je moet het gaan doen. En dat gebeurt door de medewerkers zelf. Dus neem dat voorbeeld van het callcenter. Daar zit die medewerker die tot nog toe alleen maar tegen die klant zei, we zijn ermee bezig. Maar die gaat nu zeggen, oké, ik zie het hier, we hebben een fout gemaakt. Wij vinden dat transparantie ontzettend belangrijk is, omdat transparantie vertrouwen geeft. Vertrouwen aan je zakenpartners en momenteel in deze economische crisis is een vertrouwenscrisis. Mensen vertrouwen elkaar niet meer. Eén heel belangrijk aspect om het vertrouwen te herstellen is in ieder geval het vertrouwen te geven, duidelijkheid te scheppen over de spelregels. Bijvoorbeeld als het gaat om handelskredieten, wat zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en laat zien hoe je er zelf voor staat. Je moet transparant zijn niet alleen over je producten, maar ook over je ethisch gedrag wat hier gezegd is, maar vooral ook hoe ga je met je personeel om en wat vindt het personeel. Nou, dat type dingen horen er allemaal bij, dus het is een breed begrip. En daarmee is transparantie wat mij betreft een bron voor innovatie. Na een avonddebat ben ik er wel uit. Transparantie zorgt voor vertrouwen. Maar er is wel moed voor nodig. En de vraag is, wie gooit de eerste steen?